Ik ben Marleen Everink, ik ben archeoloog. Ik ben Rob van Haal, ik ben een van de eigenaren van Tijdal. Mijn naam is Jesper de Raad, ik ben 29 jaar en ik ben archeoloog. Je maakt archeologie het meest toegankelijk door in de taal van het publiek zelf met ze te communiceren. Dus niet al die wetenschappelijke termen gebruiken en laat ze vooral ook dingen zien, visualiseer het. En laat ze ook zelf bezig gaan met wat archeologie is. Want wij zijn zelf als archeologen ook altijd bezig. En dat moet het publiek eigenlijk ook gewoon beleven. Archeologie moet je beleven. Nou, het leukste is dat moment dat je toch iets weet te visualiseren waarvan de opdrachtgever of de inwoners niet eens wist hoe het eruit zag. En op het moment dat die ogen open gaan en eigenlijk iedereen heel enthousiast meegaat, van opa en oma tot het jonge kindje die helemaal verdwijnt in een hologramvitrine of zo'n VR-bril. Ja, dat was voor mij wel het geluksmomentje. Het echte leuke is als je die archeologie en die passie van archeologie bij het publiek kan brengen. Dus dat je al die mensen op een of andere manier met een project allemaal verbonden krijgt en bewust wordt van die archeologie op die locatie of door die vondst. En dat je eigenlijk mensen meeneemt in jouw passie.